Helemaal welkom terug op mijn kanaal. In deze video ga ik jullie laten zien welke outfits ik allemaal draag gedurende een hele week. Ik had al zo'n soort reeks op mijn blog, maar het leek mij ook wel eens leuk om dit in videovorm te doen. Om jullie te laten zien welke outfits ik allemaal draag en waarom juist. En het is vandaag maandag. Ik ga jullie zometeen mijn outfit laten zien. Maar als je nog niet geabonneerd bent op mijn kanaal, zou ik u willen vragen om dat nu even te doen. En ook de video een like te geven. En dan ga ik jullie nu meenemen naar de spiegel om mijn outfit te laten zien. Ik ga het een beetje in een soort van vlogstijl doen. Ik hoop dat jullie dat leuk vinden. En wie weet vinden jullie dit soort video's leuk en kan ik dat misschien vaker doen in de toekomst. Vandaag een hele dag les. En we moeten in groepjes werken voor een groepswerk. Dus eigenlijk het enige wat ik moet doen is zitten en in de namiddag een soort van kleine presentatie geven. Dus ik heb niet zo'n heel speciale outfit aan. Ik wil vooral een outfit die comfortabel is. Dus daarom heb ik een trui aangetrokken, omdat dit lekker warm is. En ik vind deze trui heel tof met die kleurtjes. Er zit paars in verwerkt en ook roze. Dat zorgt toch voor een beetje kleur in mijn outfit. En voor de rest heb ik een jeansbroek aangedaan. Deze is van Primark en die zit echt super comfortabel. Ik heb die net nieuw. Deze trui heb ik onlangs besteld op Zalando. Ik heb daarvan ook een shoplog gefilmd. Ik zal die hier ergens linken. En deze is volgens mij van Vero Moda. En dan heb ik er nog deze schoenen bij. Dat zijn botjes, die heb ik ooit een paar jaar geleden gekocht. Die zijn echt al heel oud, maar die zitten nog altijd heel fijn. En voor de rest heb ik deze oorbelletjes van Aphrodite. Een webshop aan en ik vind die heel schattig. En dat is een beetje mijn outfit voor vandaag. Ik ga dus gewoon nu naar school vertrekken en een groepswerk doen. En ja, voor de rest is dat het enige wat ik vandaag op de planning heb. En deze avond nog een beetje werken voor school. Maar niet heel speciaal of zo. Dus dat is gewoon een simpele outfit die ik heel vaak draag. Vandaag zijn we dinsdag en ik heb hetzelfde aan als gisteren. Hetzelfde blouseje. En ik heb een joggingbroek op dit moment nog aan. Want ik heb pas in de namiddag les. Dus dan heb ik een beetje een chille trui aan. Mijn haar is nog nat. Ik kom net uit de douche. Maar straks als ik naar school ga, ga ik gewoon een jeansbroek aandoen. Maar voor nu gewoon een joggingbroek. Voilà, ik ben omgekleed en dan ga ik nu naar de les gaan. Ik heb dus een jeansbroek aan in plaats van mijn joggingbroek. En ik heb ondertussen ook mijn nagels gelakt. En ja, nu naar de les. Ik heb niet zoveel zin, maar ja, het moet. Het is een verplichte les. Ik hoop dat ik in de les een paar mailtjes nog kan beantwoorden. Dan is dat gedaan voor vandaag. En dan ga ik deze avond nog werken voor school. Het is vandaag woensdag en dit is mijn outfit van vandaag. Zo. Ik hoop dat jullie het kunnen zien. Ik heb een gestreept blouseje aan van Pull&Bear. Dan mijn broek is van Mango. Dat is gewoon een zwarte jeans. En ik heb nog kousjes aan. Ik ga zo meteen vertrekken naar school. Ah ja, ik heb trouwens deze oorbellen aan. Deze zijn van de Happiness Boutique. Ik vind die echt heel tof. Ik hoop dat jullie het kunnen zien. Mijn haar is trouwens nog nat, want ik kom hier net uit de douche. Maar ik ga zo meteen vertrekken naar school. We hebben gewoon een groepswerk, dus mijn outfit is ja, ook wel heel simpel. Maar ik vind dit echt een heel toffe outfit. Ik vind het echt een leuk gestreept blouseje. Oei, daar ligt een washandje. Dat moet ik nog weghalen. En ik ga dat combineren met mijn teddyjas, want die is super fluffy en zacht. Ik vind deze teddyjas heel tof bij deze outfit. Dit is de outfit met de jas aan. Ik vind het echt super leuk en heel warm. Het is vandaag donderdag en ik heb hetzelfde outfit aan als gisteren. Ik ben vandaag een hele dag naar de les geweest en straks ga ik naar een event. Dus ik ga nog eventjes mijn haar en zo deftig doen en mijn make-up doen. Maar dit is dus mijn outfit. Het is vandaag vrijdag en ik heb twee events op de planning. Dus ik ga jullie eventjes laten zien wat mijn outfit is als ik naar events ga. Dit is mijn outfit. Ik heb een jeansrokje aan van Primark. Ik heb dat vorige week gekocht en ik vind dat echt een heel tof jeansrokje. En dan heb ik er dit blouseje op aangedaan. En dit is ook van Primark. Dus dit is mijn complete outfit. En ik vind dat wel nog een leuke outfit. Het is vandaag zaterdag, tussen al 10 uur 's avonds. Vandaag heb ik aan een simpele jeansbroek. Ik hoop dat mijn camera scherp stelt. En dan dit blouseje. Achteraan heb ik wat strikjes. Het is vandaag zondag en ik ga jullie nog snel mijn outfit laten zien voor ik vertrek naar Kortrijk. Want we hebben een bloggers meeting. Ik
Ik heb dit blouseje aan, roze met zo van die ja, bloemetjes op. En dit is van Clots of Fashion. En ik heb gewoon terug een, gewoon een jeans. En ik heb mijn Fitbit trouwens terug aan. Mijn bandje was kapot en ik heb nieuwe bandjes besteld op AliExpress. En er is al eentje binnen en ja, ik vind het gewoon een heel tof horloge. We zijn ondertussen een tijdje verder en ik ben de video aan het bewerken van mijn week in outfits. En ik merk dat ik die niet heb afgesloten. Dus ik wil er toch nog een einde aan maken. En ik wil jullie heel hard vragen in de reacties te plaatsen wat jullie van dit soort video's vinden. Ik ben geen fashion blogger of zo. Ja, mijn kledingstijl is gewoon ja, heel simpel. Ik hoop toch dat jullie iets of wat aan deze video hebben gehaald. Ik ben heel benieuwd of jullie dit soort video's leuk vinden. Dus laat het zeker achter in de reacties. Dat zou ik echt heel erg waarderen. En als je nog niet geabonneerd bent, doe dat ook eventjes. Dat vind ik heel tof. En dan wil ik jullie wel al heel hard bedanken om te kijken. En dan zie ik jullie in de volgende video. Tada!